Als iemand mijn arm afhakt, en dan ga ik wel verder, maar die arm van mij, dat wordt helemaal niks meer. Terwijl bij de Scindapsus pictus anders is. De Scindapsus pictus kan je er gewoon een stuk afhalen. Dat stukje groeit dan zelfstandig verder. En die arm waar dat deel vanaf gehaald is, groeit ook weer gewoon verder. Dat is toch magic. Wat je nodig hebt voor een stek van de Scindapsus pictus is een blaadje en de beginnetjes van de luchtwortel. En die luchtwortel die wordt uiteindelijk gewoon de echte wortel. Je zet een knipje, een centimeter of 2 centimeter onder die luchtwortels. Want vanuit die luchtwortels groeien de echte wortels straks. Zo, 3 stekjes. Deze zet ik in de grond. En de plek waar die luchtwortel komt, die moet in ieder geval onder de aarde staan. Lekker op een lichte plek zetten, maar uit de directe zon. Deze vrienden zet ik lekker in het water. Die wortelpuntjes die moeten natuurlijk in het water zitten. Want van daaruit moet de wortel gemaakt worden. Ik maak er nog een paar. Zo. Nou, dan kan het weken duren voordat de wortels beginnen te groeien. Dus wacht maar. Kijk je nog steeds? Het duurt echt nog veel langer. Weken. Kijk maar gewoon de volgende video.